Dat gaat dus ja, over tonnen, over gigantische bedragen. Nou, daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Dus wat dat betreft, dat is speculeren. Nieuws. Wieberen, er is weer eens commotie rondom Timmermans. Iets met geldzaken, terwijl hij toch de lijsttrekker is van Verenigd Links. Hoe kijkt u naar de zaak? Nou, je bedoelt natuurlijk zijn exorbitante salariering. Die gaat doorlopen in zijn wachtgeld. Nou ja, het Belang van Nederland is tegen wachtgeld. Iedere politicus die mag best aardig verdienen. Het moet wel in relatie staan tot wat je doet. Maar als jij je baan kwijtraakt, moet je gewoon, net als wanneer jij je baan kwijtraakt, gewoon in de WW komen. En dat mag een half jaar duren. En dan ga je heel hard solliciteren. En dan ga je proberen ander werk te krijgen. En dat hoeft niet jaren te duren. Frans Timmermans, hebben jullie nog vertrouwen in? Ik helemaal niet meer gezien, man. Dikke kerel toch, met die baard? Ah, nee, man, schijf. Wat een verschrikking is dat. Dat is toch een held. De held voor de arbeider. Die man? Nee, man, die schopt de arbeiders in de grond. Geen vertrouwen in de Partij van de Arbeid meer en met GroenLinks. Nee. Niet meer doen. Ik heb nog wel vertrouwen in hem, hoor. Jawel, hoor. Ja. Zeker, want ik ben lid van GroenLinks en ik heb op Frans Timmermans gestemd. En ik verwacht alles van hem. Hij is nu dan op non-actief gedurende de campagne in Brussel. Ja, daar verdient hij tonnen nog steeds mee tot aan 22 november. Wat vindt u daarvan? Kan dat wel? Kan dat wel als leider van de rode lijn? Ik ga me er helemaal niet mee bemoeien. En het is fijn dat anderen zich er al opgestort hebben. Ik niet. Die man die moet lekker blijven bij de eerste, die heeft zijn tijd gehad. Laat het maar eens even over aan de jongere generatie. Lijkt me heel verstandig. Frans Timmermans, ga naar huis. Ze stelen allemaal. Ze stelen allemaal. Waarom hij niet? Ze stelen allemaal van ons. Nee, ik heb daar totaal geen begrip voor. Voor de rest interesseer ik me eigenlijk helemaal niet zoveel voor politiek. Ik vind het allemaal rovers. Hij ziet nu nog niet af van zijn inkomen, wat hij dus genereert vanuit zijn werkzaamheden in Brussel, tot aan de verkiezingen. Ja, wat zegt dit over zo'n man als jij het gezicht bent, nou ja, nu onder andere van de PvdA en GroenLinks? Wat zegt het over ons als kiezer? We hebben dit absurde systeem bedacht. Lees die verkiezingsprogramma's goed, want voor je het weet, dan krijg je inderdaad dit soort baardmansen met een enorm salaris van bijna 5 ton, die van jouw belastinggeld een beetje zitten pot te verteren. Wat hij doet is natuurlijk links lullen en dan toch rechts de zakken vullen. Nou, dat lijkt mij best wel meevallen. Ook dan als het gaat dus over tonnen, over gigantische bedragen. Nou, daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Dus wat dat betreft, dat is speculeren. Timmermans heeft dan ook aangegeven dat hij de salaris behoudt, omdat hij zelf ook kosten maakt natuurlijk. Dat gaat dan over tot 22 november. Ja, dat zou hij toch al moeten kunnen overbruggen. Ja, makkelijk. Zonder salaris. Als hij moreel verantwoord bezig zou zijn, dan zou hij zeggen, jongens, ik krijg er nu eenmaal, of ik zie er van af. Of nog leuker, dat heeft Wiebe Dedert bijvoorbeeld gedaan in Voorne aan Zee. Van jongens, ik geef mijn toelage, geef ik gewoon aan de voedselbank bijvoorbeeld, of aan een andere goede instelling. En dan ben je een echte socialist. Maar dat wordt meestal niet door socialisten gedaan. Dat wordt door mensen gedaan die zelf hard hebben gewerkt en geld hebben verdiend. En vervolgens dan met hun geld iets goeds doen. Vindt u dan niet toch een beetje, ja, wel links lullen, maar dan toch rechts de zakken vullen? Je wilt me die kant op krijgen, maar nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon een vraag. Wel, maar die krijg je niet. Ik ben GroenLinks en ik stem al jaren GroenLinks. En ik ben een voorstander van Timmermans. Als je met zulke soort vragen komt, dan moet je wegwezen. Goed. Wat fantastisch dat jij het hebt volgehouden tot het einde van dit hoogwaardig journalistiek item. Voor meer, abonneer en volg ons op de socials. Dankjewel.